Voor mensen met hooikoortsklachten heb ik helaas slecht nieuws. Want de komende periode zien we dat het aantal pollen flink gaat toenemen. Eerst hadden we voornamelijk last van de boompollen. Maar inmiddels is het grasseizoen begonnen en dat betekent dat er graspollen in opkomst zijn. Met name de grote vossenstaart kan tot flink heftige reacties leiden. En die kan wel tot 1 meter hoog worden. Met het warmere weer in aantocht zullen we voorlopig nog niet af zijn van die hooikoortsklachten, doordat de natuur steeds verder tot bloei gaat komen. Goed oppassen dus!